Vergeet niet, oefening baart kunst. Dus oefen, oefen, oefen. Een pitch moet kort en bondig zijn. Elk woord moet raken. En dat lukt gewoon niet zonder te oefenen. En het is ook nog eens het beste tegengif tegen zenuwen. Maar oefen wel hardop, want je brein heeft de neiging om je eigen stem het beste te onthouden. Denk je dat Obama altijd een goede spreker was? Nee, maar hij oefende als een idioot en hij betaalde iemand grof geld voor zijn verhalen. Je kunt ervan uitgaan dat een succesvolle spreker zich beter voorbereidt en meer oefent dan jij. Of niet soms?